Wij trainen ze vooral in die kennis die er is in het veld van sensortechnologie, van computertechnologie, om die toe te passen voor problemen in de samenleving, in de industrie, in bedrijven. Dat is het belangrijkste. Dat ze kritisch blijven kijken. Nieuwsgierige jonge mensen iets leren waar je zelf kennis over hebt en ervaring in hebt, ja, is het mooiste wat er is. Als je samen aan een ideaal kunt werken of samen aan een doel werkt, dan verhoogt dat enorm het plezier en het geluk van mensen. Er zit natuurlijk een zeker idealisme in mij. Een zeker idealisme die op zoek is naar een meer oprechte vorm van communicatie, meer oprechte beelden. Dus als mensen tevreden zijn in een ruimtelijke omgeving, omdat het als het ware een onzichtbare hand is, dat ze zich daarbij thuis voelen. En dat, ik denk dat dat het grootste compliment is voor een facility manager. Dus hoe meer je weet wat de burger beweegt en wat hun drijfveren en ook hun eigenlijk het kapitaal is, wat ze kunnen inzetten om dingen zelf te veranderen, daar gaat het om. Die burger en die bottom-up initiatieven, die zijn het vertrekpunt. Omdat zij een belangrijk drijvende kracht zijn om die energietransitie tot stand te brengen, is daar waar je moet beginnen. Ja, je moet je realiseren voor wie je speelt. Je moet je afvragen wie dat is. Je moet je afvragen wat jouw bijdrage aan hun leven kan zijn. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Mij motiveert om het ware in data te vinden en om daarmee het goede te doen. Zodat mensen in opkomende economieën daar hun voordeel mee kunnen nemen. Nou, uiteindelijk komt die bezieling voort uit mijn verlangen naar een betere wereld. Dat levert een vervuld bestaan op. Dat zie ik als het ultieme doel.